vandaag? Blauw versus rood. Oh, dat is niet rood, Ella. Oh, alsjeblieft. Maar het is ook blauw. Blauw. Ja, sorry. Oh, waar is Ella? Oh, ja. Yeah. Oei, het is een beetje... Het zegt dus echt wel. Ja. Ik eet blauwe pasta. Eww. Wow. Ga je dit echt doen? Doe Ja. Anyways, vandaag wordt opnieuw een superleuke challenge, maar... Oh. Dit is echt lang geleden. Ella, voor we beginnen. Voor hoeveel likes gaan we op deze video? 60.000 likes. 60.000 likes. Vergeet ook zeker niet te abonneren op ons kanaal. Er komen superleuke challenges aan. Speciaal voor jullie. En vandaag is er zo eentje. Wat doe je? Liken. Belletje. Anyways, vandaag blauw versus rode kleur. Ja. Blauwe versus rode kleur. Komt helemaal goed. Ik ga vandaag alles in het blauw doen. Jullie in het rood. Klopt. Oké, ja. Anders mogen jullie een video met jullie twee maken. Ja. Oh, en Noah, die is Fortnite aan het spelen en die is duidelijk voor jullie. Team rood. Dus vandaag blauw versus rood. We gaan proberen 24 uur te overleven in één kleur. Ja, klopt. En ja, ik vind het wel best spannend, want ik moet dus eten vandaag. Ja, elke dag eigenlijk. Maar wat is er blauw om te eten? Bosbessen? Ja, smurfen snoepjes. Ja, je hebt ook kleurstof, hè? Ja, kleurstof heb ik ook, inderdaad. Anders... Pasta maken en kleurstof daarin doen. Kan ik doen. Maar ik ging net vragen aan jullie, als jullie ideeën hebben wat je kan eten in het blauw of in het rood, laat het gewoon weten in de reacties. En wat denk jij als eerste als je aan rood voedsel denkt? Bosbessen. Wat? Bosbessen zijn blauw. Ik zei aardbeien. Rood. Aardbeien? Ja. Snel. Watermeloen. Watermeloen, dat is groen, geen probleem aan de buitenkant, maar rood aan de binnenkant. Ja. En ik denk aan rood aan... Aan rood aan, wat denk ik? Oh, dit gaat snel. Besjes, gewone besjes. Besjes. Rode besjes. Zo. Ah ja, zo de besjes, kleine. De besjes. De besjes. Ook rode druiven, hè? Nee, dat zijn paarse druiven eigenlijk. En het noemt zelf blauwe druiven, maar ze zijn niet blauw. Dat is ook zo raar, hè? Oh. Aangekomen aan de winkel met mondmasker. Oh, maar Ella, je moet geen mondmasker opzetten. Ja, ik ben onder de 12. Omdat ze onder de 12 is. Dat is wel leuk, hè? Ja, dat is wel handig. Ella, geniet er nog 4 jaar van. Rode besjes. Kijk, alsjeblieft. Maar het is ook blauw. Nee, dat is niet blauw, dat is zwart. Ben je kleurenblind? Celine Kassa 3 wordt eraf geroepen. En Ella Kassa 2. Of Ella Kasimovic. Nee, ze snapt hem niet, denk ik. Dankjewel. Oh. Dat is niet rood, Ella. Ze gaat gewoon zoals een politicus gewoon niets zeggen en het gewoon doen, denk ik. Toch? Oh, jullie mogen duwen op de rode knop. Uh-oh. Nee, niet doen, Ella. Niet doen. Oh, rode worstjes, Ella. Oh, er zijn ook blauwe worstjes. Oh, blauwe worstjes. Ja, sowieso. Ik had het nog niet gezien. Die zijn van Frozen. Yes, ik heb worstjes van Frozen. Wil je tomatensoep? Oh, waar is Ella uit? Ze is aan het rijden met de kar. Oh. Ja. Ik heb rood en blauw drankje. Oh, rode en blauwe drankjes, dankjewel daarvoor. Handig. Wel grappig dat jullie ook een blauwe broek aan hebben allebei. Ja. Dat is toch een beetje in mijn team. Ja. En ook de mondmaskers hebben. Inderdaad, ja, eigenlijk. Ja, ik ben helemaal in het blauw. Rood versus blauw. Hier staat het wel mooi afgebeeld, vind ik. Oh. Ja. Wat was jij aan het bekijken? Hoe niet eerlijk? Je hebt paprika. Ella wil Doritos, maar er is geen rode. Wacht, Doritos of Doritos? Doritos. Oh. 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 Dit is blauw, zegt Ella. Maar Ella, het gaat niet om de verpakking, het gaat om wat erin zit. Maar dat is ook zo bij de mensen. Het draait niet om het uiterlijk, maar om het innerlijk. Dit is ook de verpakking, maar... Ja, klopt. Dus eigenlijk mag ik dit niet hebben. Rode pudding en blauwe pudding. We kunnen ook nog steeds iets doen met touw. Ella, lust je graag touw? Nee, lusten jullie dat niet? Ja, jij wel? Ja, natuurlijk. Blauw touw. Ja. Voilà, lekker. Huppakee. Hier heb je calipo's in het bruin, groen, oranje, rood. Alsjeblieft. Jullie kunnen wel gaan voor de bolognese. Ja. Kijk, alsjeblieft. Die wordt rood. Als je die maakt, dan weet ik.
En ik ga gewoon voor Aiki noodles, denk ik, met wat kleurstof. Blauwe kleurstof dan. Maar dat sweet wel... chili. Ja, ja, maar dat is lekker, dat is lekker. Oké. Zie ze wandelen. Ik heb de oplossing voor de video. Kleurstof. En kleurstof is niet schadelijk. Het verandert volgens de informatie enkel de kleur en niets anders. Cool. Dus en je hebt rode en blauwe kleurstof. Kijk eens. En ook gele, misschien voor een volgende challenge of zo. Céline komt eraan met Ella en ik wil er live reactie filmen. Oké. Ja, oké. Twee keer raden waar we beland zijn. Snoepjes. Oh, wil je deze? Ja, dat zijn rode. Inderdaad. Zijn ook rode, maar Ella, je moet wel een beetje gezond eten natuurlijk. Hè. Die kunnen we delen. Nee, Ella, dat zijn geen rode. Die daarnaast wel. Nee, niet waar. Jullie hebben echt wel veel keuze. Hè. Kijk, alles hier gewoon rood. Allemaal tomaten. Ah, oei, daar heb je wel niet veel keus. Maar wel appels? Ella, appels of appelen? We hebben dat thuis. Nou, oké, negeer maar mijn vraag. Goed zo. Appels. Dit ziet er wel lekker uit. Toch? Weet je dat er stiekem meer kleine insectjes in zitten? Oh, dat wist ik niet. Welke insectjes? Zo kleine beestjes die op aardbeien kruipen. Daar moet je ze altijd afwassen. Heb ik nu een blauw drankje gevonden? Blue Spark. Ja, ik ga dat wel meenemen en eens testen. En Ella kan niet wachten tot we thuis zijn. Dus ze gaat nu al haar snoepjes opeten. Eet je dat graag? Ja. Doe dan je favoriete snoepen. Ja? Amai, zo stralen. Oh, dank je. Lekker. 1 hour later. Welkom bij Koken met Ella en Michiel. En Amen! Het stoeltje nog even. Ja, oké. Ja, dat is beter. Koken met Michiel en Ella. Mooi. Met Amen. Oké, dus we gaan onze Aiki noodles maken. Ja, en ook wat soep voor jullie. Ja, dankjewel. Ja, ook. Oh, echt? Misschien soep met een blauwe kleurstof? Ja, dat kan, hè. We moeten dat wel eens proberen. Ik heb het nooit geprobeerd. Wacht, Amer, de man met levenservaring. Tomatensoep met blauwe kleurstof, wat denk je? Volgens de verpakking doet het niks aan het voedsel zelf. Dus misschien eerst een klein beetje proberen. Ja, zeker. Dus eerst gaan we misschien de Aiki noodles maken. Ja, oké, dat is goed. Dat is gewoon warm water erbij doen, toch? Ja, gewoon water. Eerst moet je daar gewoon warm water in doen. Ja? En dan doe je dit bij. En dan pas op het einde kleurstof. Ja, goed zo, Ella. Ik heb toch eens gelezen hoe het echt doet. De mijne is ook aan het klaarmaken. En Ella, die is echt professional. Wow. Oh, mag ik een shout-out doen naar jou? Ja. Ja, vandaag doe je alles in het rood. En zelf jouw pukkel is in het rood. Oh, sorry, sorry. Ja, ik weet het. Het is echt een dikke pukkel. Sorry daarvoor. Ja, puist eigenlijk. Een puist. Moeten we eerst 3 minuten wachten? Of mogen we direct roeren? Ik denk eerst wachten. Echt? Maar Ella, waar is dat ding? Oh, ik had het niet gezien. We hebben voor jullie wel bolognese mee en dat is rood. Ja, maar Ella heeft liever noodles, heeft ze tegen mij gezegd. Hoeveel dus dat is voor vanavond. Zetten? Hoeveel moet je erin doen? Niet te veel. 1 of 2 druppjes maar. Ja, begin maar met een beetje. Oh, ja! Yay! Wow! Alles wordt gewoon rood, behalve de pasta. Ja, dat is wel echt rood. Dat is een beetje roosachtig. Ja, Ella, misschien wordt het tijd om eens te proeven, toch? Oh. Hoe smaakt het? Maakt hetzelfde. Ja, ik zei het je toch? Het is enkel de kleur die verandert. Ja. Maar dat maakt het lekkerder. Lekkerder? Ja. Oei, het is een beetje... Oh no. Ella wil ook een blauwe doen. Moet erin? Ja, klopt. Oh nee, niet zoveel. Ik heb het nog rood. Ik heb het nog rood voor mijn soep. Dank u wel. Oh no. Ja, ik heb ook de haar. Heb je dat? Damn. Check hoe cool. Ja. Hier, jij mag horen. Dankjewel, broer. Ja, moet ik ook proeven? Ja, natuurlijk. Ziet er echt... Mijn is meer roosachtig. Ja, kijk. Rood en blauw. Wauw. Challenge geslaagd, vind ik wel. Ja. Proef samen maar. Proeven. Samen. Jij ook, Ella. 3, 2, 1. Oh. Food review met Ella en Michiel. Het smaakt hetzelfde, maar het uitzicht is echt wel... Ja. Niet blauw, leuk, hè? Ja, maar... Oh. Weet je, die smaakt niet lekker. Jawel, het smaakt hetzelfde, maar kijk gewoon wat ik moet eten. Ja. En bij jou is het lekker, zeker? Heel je mond is al rood ondertussen. Oh, stik je nu je tong uit? Die is ook rood. Ja, klopt. Is het weer blauw? Tonus? Ja! Wat?
Tabby! Ik ben Tabby! Is het niet lekker het blauw? Oh, heb je blauw gegeten? Ja. Dan is de challenge gedaan voor Ella. Oh my god, Ella! Wat heb je gedaan? Maar ik wou proeven! Oh. Ja, Ella eet super graag noodles, dus ik kon het niet laten. Ja. En hoe gaat dat liedje nu weer van noodles? Noodles? Bedoel je chicken wing? Ja. Dat is van chicken. Chicken wing, hotdog en bologna, chicken en macaroni, chillin' with my homie. Ik ga een worstje eten van... Ken je dit? Cars. Cars, ja. En hoe noemt deze? Oh, ik kan het niet zien. Truck of zo? Truck? Nee, ik weet het niet. Takel. Oh, dat gaat toch in de buurt? Ja. Die worst is wel niet echt rood, als we eerlijk zijn, toch? Ja, maar het komt wel in de buurt. Kijk, dum dum. Ja, meer wit dan rood, toch? Ja, een beetje roze. Anyways, ik ga die klagen laten smaken. Rood. Jullie beslissen thuis wel of Celine en Ella deze challenge verliezen. Want ik eet blauwe pasta. Eeuw. Ik ook, hoor. Ja, en straks nog rode soep. En blauwe soep. Een test voor Ella met rood eten. Ella, denk snel. Oh, wat een save. Ja, Ella, je mag hem ook opeten, hè. Hij is rood. Moet je hem hebben? Denk snel. Oh. Ja, wow. Oh, ja, ik heb hem. Denk snel. Wow. Denk snel. Oh, ja, ik heb hem. Maar wie gaat hem opeten? Oh, denk snel, Ella. Ja. Lukt het de soep? Ja. Oh, die ziet er wel echt lekker uit. En ik moet daar blauwe kleurstof in doen. Ja. Ach, waarom? Maar niet te veel, hè? Nee, niet te veel. Anders hebben we een Ella-probleem. Kunnen we koken? Ja hoor. Oké, wel mooi aan, maar dat je neutraal bent in de challenge. Je bent niet rood of blauw, je bent gewoon voor iedereen. Ja, een beetje blauw, hè? Ja, een beetje. Ja, dat is zwart. Ja, het t-shirt eronder is blauw. Stiekem is het toch voor team blauw. Thanks, Amber, thanks. Nee, papa, je bent toch voor mij, hè? Ja, vandaag niet, Ella. Anders wel. Oh. Maar kijk, jouw broek is ook voor team blauw, Ella. Nee, jawel. Het is grijs. Nee, mijn broek is grijs. Even wachten en de soep is klaar. Tada. Nice. Ella, toon eens wat jij kan. Kom mee. Ik moest meekomen met Ella. Toon maar. Oh, daar komt ze. Oh. Wow. Damn, applausje voor Ella. Woo! Ella, niet te veel blauw gebruiken. Okay. Volgens mij is dit... Oké. Okay. Ik ga een klein schepje, zo? Ja, is wel mooi. Volgens mij wordt dit de eerste blauwe soep ooit. Ja, ik denk het ook. Volgens mij ook. Ella, voorzichtig, hè? Ja. Nee. Ik wil dit echt niet proeven. Ja, één druppel, oké. Maar gaat het direct blauw worden? Ik ga het doen. Ik denk het wel. Maar rood en... Blauw wordt paars normaal. Oh nee, het wordt echt blauw. Nee. Welke kleur wordt het? Groen. Groen. Ja, een groentesoep? Ja, het is echt groen. Denk gewoon dat het groentesoep is? Blauw. Ja, het is echt vies gewoon. Precies verf of zo. Maar nee. Oké, wacht, ik ga het proeven. Het smaakt echt super lekker, denk ik. Ella, je mond ziet blauw. Oh, ben je aan het bloeden? Oh nee. Ja, het lijkt wel realistisch. Oh nee, Ella. En direct wel de schuld op insteken. Oh my god, ik zit wel in je team, hè. Ga je dit echt doen? Doe wat, doe wat, doe wat, doe wat, doe wat. Oh my god. Dit voelt echt als zo'n straf. Zo. Ja, precies. Een sapje met allerlei verschillende ingrediënten. Kijk. Doe maar. Kijk die van mij. Ja, die van jou ziet er goed uit. En? Ja, inderdaad. Het smaakt gewoon hetzelfde. Maar het is gewoon een raar uitzicht, hè. Oh ja. Toch warme. Mijn soep is rode. Ja, is het lekker? Oh. Verbrand. Wat een mooie setup. Kijk, Ella wordt helemaal klaargemaakt. Oh, is het te warm? Ja, het is echt keihard warm. Oké, mevrouwtje heeft veel te warm. Kijk, Amer heeft een mooie setup klaargemaakt. En Noah die is de stoel aan het nemen. Lukt het, Noah? Kom op, je kan het. Nu gaan we even een video opnemen voor Ella haar kanaal. Vergeet zeker haar kanaal niet uit te checken. Dat is gewoon Ella Kasumovic. Zeg ik het juist? K-A-S-U-M-O-V-I-C. Fiets, ja. 1 hour later. Onder
ondertussen het avondeten aan het klaarmaken. Ja. Maar eerst wil ik het wel doen. Jij bent rood, ik ben blauw. Ja. Dus ja, een beetje roze, maar... En dan moet ik aftellen. Kom maar op! Ja, doe maar! Oh! Oh, nee. Ik heb een hoog! Oh! Ja! Ah, ja, kan doen! Oké, we gaan gewoon avond doen. Ik heb ook iets gezonds voor jou. Je hebt vandaag nog niet zo gezond gegeten. Ja, ik zou zo graag aardbeien eten, maar ik mag niet. Oh. En hoe zit het met het avondmaal? Goed? Goed hoor, ja. Even aan het roeren. Het ziet er goed uit, hè? En rood. Ja, rood. Hoeveel kleurstof? Hoeveel druppeltjes moet je daarin doen? Niet zo heel veel. Ik denk eentje. Eentje, ja, dat is goed. Of twee. Of drie. Nee, nee. Jij hebt dus thee gemaakt, Ella. Ja. En nu ga ik er kleurstof in doen, want ik mag gewoon geen bruin of geel drinken. Oké. Okay. Het is niet omdat dat vies is, maar dat dat bruin is. Oké, okay, maak maar jouw thee rood. Het is al bijna rood, hè? Het is zo... Ja, lichtrood bijna. Het is bruin. Bordeaux. Ja. Is dat lekker? Oh-oh. Ja. Oh-oh. 3, 2, 1. 1. Eentje. Ja. Ik zal eerst eens proeven. Zie je niet. Nee, maar als je het zo ziet, is het wel rood. Water is ook blauw als je naar kijkt. Maar als je het drinkt, of als je het gewoon ziet, is het doorzichtig. Ja. Is het lekker, Noah? Ja, ik wil. Oh, genoeg. Oei, hij heeft genoeg. Ja, kijk. Zo lekker zal het ook niet zijn. Jawel, hij heeft heel die pot leeg. Oké. Okay. Oh. We hebben ook nog ijsjes als dessert. Ik heb nog altijd niks gegeten, maar... Oh, je moet de kleur denk ik zelf raden. Ah, dat zijn bruine, inderdaad. Dat zijn bruine, dat is Coca-Cola is. Uh-oh. Uh-oh. Moet ik u helpen, Noah? Ah, het lukt. Hij heeft het. Ja, dat is wel rood. Oké. Ja, dat is wel rood. Smakelijk, Noah. 5 minutes later. Ja, dat is blauw, toch? Oh, ja. Oh. Ja, dat is lekker. Wat ik proef, ja, daar heb je wel een ander glas nodig. Je hebt een rood shirt aan, Noah. Dat mag niet, hè. Dat is een blauw drankje. Oh. Dat is wel heel lekker. Zalig. Daar heb ik toch iets. Noah, serieus, zeg. Ik kijk niet meer naar Noah. Hij wil blauwe dingen eten in een rood shirt. Ja, Noah, dan moet je van shirt veranderen, hè. Oh ja. Spinazie-ijsje. Sorry, maar ik wil een andere ijsje. Dit is echt veel te lief. Die is zo kieskeurig, zeg. Maar ja, in het leven kan niet alles iets zijn wat je graag hebt, hè, Ella. Ik moet mijn ijsje zelf blauw maken voor ik het mag opeten. Oh, ja. De volgende challenge, als we deel 2 doen, ga ik gewoon denk ik, een rode sweater aan. Ja, dat is misschien wel een strak plan. Anyways, ik denk dat we kunnen besluiten dat blauw voedsel heel moeilijk te vinden is. Oh, ja, wie is er daar? Onze Noah! Blauw voedsel is gewoon super moeilijk te vinden. Ik ben niet blauw! Oh, je bent blauw! Hey. Dus, ik zou wel zeggen dat jullie de challenge gewoon... Dit zijn Ja, jongens tegen meisjes. Ja. Misschien voor de volgende challenge. We zijn gewonnen. Noah en ik tegen Celine en Ella. Kan dat toch? Ja, jullie hadden het wel veel makkelijker. Ja, tegen rood. Ja, dat kan zeker, Noah. Hopelijk vonden jullie dit een superleuke video. Vond jij het leuk, Ella? Ja! Vond jij het leuk, Noah? Oké, iedereen vond het leuk. De lamp die hangt nog steeds omhoog. Bedankt om te kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. We gaan voor. Hoeveel likes? 60.000. 40.000 dan? Ja. Toch? Maar 60.000 is toch iets meer. We gaan voor 60.000 likes. Bedankt voor jullie steun en wij zien jullie in de volgende video. Doei!